Yo Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video in deze Paper Mario serie. Als je dit een leuke serie vindt, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Ik vraag het normaal nooit aan het begin van de video, maar doe maar gewoon. We hebben de zonne, wierook en nu kunnen we terug naar de woestijn. Om daar even een altaartje op te zoeken, want de professor Toad, die schijnt daar ergens in de buurt te zijn. Dus ik spring in mijn waggy en... Hoppakee. En toen waren we alweer in het woestijntje. Oh, oeps. Ik denk niet dat dit het goede altaar is. Ik denk dat het altaar daar in het begin was. Dus dan moeten we deze kant op, helemaal hier naartoe. Oh, nee. We moeten nog verder naar beneden. Even een stukje terug en dan hier naartoe. Juist, ja. We moeten hier naartoe. Ja, nog een stukje verder. Deze kant op. Langs de buis en als het goed is, is dat het goede altaar. Alleen ik zie niemand. Hallo? Hallo, iemand hier? Moet ik het gewoon hier ingooien in dit soepje? Wil je niet eens opslaan? Oké, nou dat lijkt me slim. Als Olivia vraagt om op te slaan, dan lijkt me dat op zich een slim plan. Juist ja, die wierook, die moeten we hier even in sodemieteren. Hoppakee. Oh, we moeten hem gewoon erop zetten. En dan begint... Ah, dat wierook begint zich te verspreiden in de lucht. Een lekker geurtje. Kijk, Olivia is al aan het genieten. Die zegt dan, oh, het heeft wel een sterke geur die rook. Het ruikt naar een zonnig dagje. Het voelt net alsof we hier heerlijk liggen te zonnen. Ja, het is alleen donker hier. Want de zon is verstopt. Oh, snap. What? Oké, wat is dit? Wat is dit? Nee! Wat is dit? Dit is... Wow! Oh. Oké dan. Waar zijn we nu? Wat is dit? We zijn in een of andere dikke tornado beland. Het is een mega zandstorm. Olivia is bang, zegt ze tegen mij. En wat is dit dan? Stekels. Oké. Olivia zegt, misschien is het gewoon een coole cactus. Laten we het hopen. Alleen die cactus beweegt wel. Oké. Oh. Oké dan. Dat is zo'n mega grote... Hoe heet dat ding ook alweer? Nou, daar komen we vast zo wel achter. Holy crap. Die is echt super groot. Oké. Hoe moeten we dit ding dan gaan verslaan? Wordt Olivia bijna weer geplet, jongens. Ik denk dat ik heel snel naar mijn autootje toe moet. Auto. Go. Vol gas, jongen. Vol gas. Ik denk dat we straks tegen hem aan moeten botsen. Nu kan dat waarschijnlijk nog niet, maar waarschijnlijk als hij ligt straks. Of kan ik nu tegen hem aan botsen? Ik ga het gewoon proberen. Oh, nee. Dat is niet handig, jongens. Zo moet het in ieder geval niet. Maar misschien wel zo. Misschien dat ik nu tegen hem aan moet botsen. Of moet ik tegen de achterste aan botsen? Ja, ja. Nog net op tijd. Ik moest tegen de achterste aan botsen. Nice. En we vinden gelijk een hartje, dus dat is top. Krijgen we weer 50 HP erbij. Oké, afwachten. Oh, oké. Oké, nu krijgen we ook nog te maken met tornado's. Mario, kijk uit, vriend. Rijden. Staat hij opeens voor mijn neus. Oké, hij valt nu. Dan kunnen we nu... Oh, hij gaat rollen. Oh, nee, stop met rollen, vriend. Stop met rollen. Hou op. Laat me tegen je aanrijden. Ja, kijk. Nu is die rood. Nu kunnen we hem pakken. Nice. Hoppa. Dat is poging nummer 2. Dat is klap nummer 2, jongens. We moeten hem denk ik nog 1 of 2 klappen geven. Nee. Ah. Weg. Weg, Mario. Weg. Weg. Wow. Zo, die hebben we mooi overleefd, jongen. Die hebben we mooi ontweken. Oké, daar gaat hij weer. Nee, nee, rijden, Mario. We worden naar hem toegezogen. Maar mooi niet, jongen. Au. Rijden. Lekker. Nu heeft hij alleen zijn hoofd nog over. Ja, maar nu is hij waarschijnlijk het gevaarlijkste ooit, jongen. Nu gaat hij bouncen of zo, denk ik. Oh nee, hij begint gewoon keihard te rollen. Is dit het? Ben je al klaar? Oh, zie je? Nee. Hij begint toch te bouncen. Bounce, bounce, baby. Poem, 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 poem. Ah, pas op. Oké, we hebben hem. Oh, we hebben hem niet. Wat moeten we doen? Oh, we moeten hem zeker ground pounden. Wedden dat we uit het autootje moeten springen. En dat we dan op zijn bakkes moeten springen en hem moeten ground pounden. Ik denk dat dat het is. 1. Volgens mij sprong hij nog een keer. Springt hij 3 keer? Springt hij 4 keer? Hij springt nog 1 keer. Kijk, nu springt hij hoog. Nu kunnen we eruit. Dan moeten we heel snel erop zien te klimmen. En dan... Oh! Nee, ik deed de verkeerde knop. Natuurlijk moeten we niet ground pounden. Ik moet gewoon met mijn hamer slaan. Lekker bij de hand, Rick. Lekker. Gelukkig lijkt dit laatste fase niet zo heel moeilijk. Ik vond het net met die tornado's moeilijker. Dus nu is 3 keer. Nu gaat hij 1 keer omhoog. Ja, dan kan ik nu uitstappen. Dan kan ik bovenop hem gaan klimmen.
Klim, 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 klim. En slaan. Ja hoor. Lekker. Mazzel. Oh, en hij heeft de professor. Had hij nou gewoon die professor opgegeten, jongens? Kijk, kijk, kijk. Ja hoor, daar komt hij. Daar komt hij aan dwarrelen. Moet je dat rare hoopje snippers zien? Dat is geen rare hoopje snippers, Olivia. Dat is professor Toad. En ze vraagt zich af. U werd opgepeuzeld door een cactus. Hoe was dat? Nou, dat lijkt me niet echt chill, Olivia. Oh, nou, hij had eigenlijk wel verwacht dat het erger was. En de professor die vraagt van Olivia... Zoiets als jou heb ik nog nooit gezien. Wat ben jij? Ben je iemand van de verloren beschaving of zo? En Olivia zegt, nee, nee. Ik ben gewoon hier. Ik ben niet verloren. Ik ben gewoon hier. Wat is er met het altaar gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Zoals elke Toad tript ook gewoon professor Toad zich kapot. Blijkbaar zijn de oude rituelen op de juiste manier uitgevoerd. Oh... Dat hebben wij gewoon gedaan, jongen. Zonder te lezen. Kan hij het nou wel lezen of niet? Want we hebben een tolk nodig. Hij zegt, natuurlijk, ik ben professor in de oudheidkunde. Dit is geschreven in de taal van de verloren beschaving. Mijn leven is gewijd aan het bestuderen van het schrift. Hoera, we hebben eindelijk een vertaler gevonden, zegt Olivia. Kunt u ons vertellen wat dit allemaal betekent? Ik ben zo blij dat we een professor hebben gevonden die ons kan helpen. Yay! Maar voor u begint... Wat is de verloren beschaving eigenlijk? Nou, de oude beschaving is een volk dat lang geleden in dit gebied leefde. Volgens de legende is er nog één iemand van de oude beschaving in leven. Ik ben al jaren op zoek naar die persoon. Ik heb mijn carrière gewijd aan het bestuderen van de verloren beschaving in deze woestijn. Ik hoop ooit een legendarisch figuur uit die tijd te vinden. In de oude geschriften staat hij slechts bekend als... Kapitein Toad. Kapitein Toad? Zeg ik het zo goed? Of is het nou Kapitein Toad? Of Kapitein Toad? Of met een O van boot. Olivia die snapt het niet meer. Ze vindt het maar ingewikkeld. Maar weet je wat ook ingewikkeld is volgens Olivia? Dat lint hier in de woestijn. Olivia vraagt of de professor lekker met ons mee wil komen. Hij moet er even over nadenken. Maar hij denkt als ik op eigen houtje verder ga... dan word ik waarschijnlijk nog een keer opgegeten door zo'n monster. Dus hij gaat met ons mee. Hij accepteert ons aanbod. Nou, helemaal mooi. Zullen we dan gaan? We moeten terug naar het hotel. Want in het hotel daar staan allemaal opschriften op de muur. Kunnen we samen trouwens hierin? Ja hoor, we gaan samen. Let's go. Oh, wacht even. Hij ziet iets. Hij ziet iets in de woestijn. De grond lijkt wel te stralen. Dat noemen we in de archeologie ook wel een enorme aanwijzing. Misschien ligt er iets begraven. Nu jij er bent, kan ik mijn schep gebruiken om opgravingen te doen. Ga maar op de plek staan waar je wil dat ik graaf. Oh, nice. Dat is helemaal top. Nou, wil je alsjeblieft hier graven dan, vriend? Kijk eens wat de munskies. Helemaal top. Nou, er liggen vast nog veel meer boeiende dingen begraven in deze woestijn. Hier, nog eentje. Ga eens even lekker graven. Kijk eens, die muntjes, jongen. Dat konden we goed gebruiken, want we hebben echt veel te veel muntjes uitgegeven de laatste tijd. We hebben nog maar 3400 muntjes over. Dat is helemaal niet zo heel veel, jongens. Hé, wat? Hier is nog een plek, daar ben ik helemaal niet geweest, joh. Wacht, dan gaan we dit even fixen hier zo, want ja. Ik moet natuurlijk wel even 100% score halen. Pak ze, Mario. Ik ben benieuwd of die kapitein professor Toad ook iets gaat doen. Oh, dat is niet nodig, want we hebben ze al verslagen. Oh nee. Ik wil niet battelen. Ik wil gewoon deze spullen allemaal hebben. Ik heb geen zin om te battelen. Laat me met rust. Ik heb de glitterschoenen te pakken. Nice. Nou, spring hier maar even overheen. Pas op voor die boos. Oh, er zijn ook schorpioenen hier. Nee, dit is een toad. Sowieso. Ja hoor, we hebben weer een toadje gevonden. Even hier dit blokje pakken. Vuurbloempie die ik veel vaker moet gebruiken. Oh, boos. Ah! Oh, die boos verstoppen zich ook echt. Moeten ze zo... Ja, kijk, nice. Maar kan ik Boos wel raken met een hamer dan? Ja, het zijn nu papieren spookjes, hè? Het zijn geen echte spookjes. Dus ja, ik kan ze zeker raken. Maar ze overleven het wel. Wow! Wow! Zag je wat professor Toad deed? Die gaf ze even een klap van 36 HP damage. Freaking professor Toad is kapot sterk. Doe eens even normaal. En we vinden hier ook even een instapmodel miniatuurtje. Ik vind helemaal hartstikke mooi. Ik vind helemaal mooi. Ja, hier moeten we zeker straks naartoe. Wow, superveel monies. 1000 monies, lekker. Maar wat is hier? Wow, wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal? Waar ben ik naartoe aan het gaan dan? Hier zit iets in. Kijk, zit hier een Toad in of is die iets anders? In. We worden belazerd. Er zat gewoon een freaking boe in. Ik heb totaal geen idee waar die boe's zijn. Kan ik vluchten? Kan ik hier gewoon van wegrennen? Nee, helaas. Oh, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen, boe's? Wat doen jullie? Laat me met rust. Nee! Wow, oké dan. Dat deed veel te veel pijn. En jij ook nog? Oh, ik kan toch nooit zien hoe jullie staan? Is het zo simpel dat ik het gewoon zo moet doen? Ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Ik moet ze gewoon kapot maken, jongens. Dat is het enige wat ik moet doen.
En het lukt me niet. Oh, die boers zijn echt vervelend om te verslaan, jongen. Want je ziet gewoon niet meer waar ze zitten. Hoe kan ik dat nou onthouden? Oh, ze zitten nu in ieder geval lekker achter elkaar. Pak ze aan, die scheidbeesten. Nou ja, spoken zijn het. Het zijn geen eens beesten. Pak ze hoor, Toad. Lekker. Oh, ik ben wel blij met die Toad. Maar hij maakt denk ik wel allemaal muntjes op. Want hij gooit gewoon muntjes bovenop hem. Oh, wacht eens even. Dit is een huisje wat we hier zien. Kom jij eens even uit die cactus, jongen. Dank je. Ik denk dat ik liever gewoon was opgevouwen. Nou, graag gedaan, meneertje koekpeertje. Kijk. Hoppa. Oh, hier hebben we weer een theehuis. Of een Starbucks. Of een, nou ja, wat het ook is. Wat? Kijk deze baas hier staan. Deze verkoopt zeker bier, jongen. Yo, doe mij maar even mega lekkere koffie. Bedankt. Je hebt dus geen biertje voor mij. Hé, barista, nog zo'n koffie hier, oh. Kijk die mini Goomba. Dit is wat? Dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Huh? Als een maatje zijn dan aan het opdrinken ook. Dat is ook niet eerlijk. Nou ja, ik geniet gewoon lekker van mijn eigen koffie. En ik zie je later. Dan gaf een van jullie een tip. Dat je op nee moet drukken soms. En dat er dan wat gebeurt. Dat je dan wat krijgt. Maar dat is blijkbaar alleen in die andere barista. Dat is niet in deze. Ik heb het wel weer gezien, jongen. We gaan weg. Pas je op voor de boos. Nee, pas op voor de boos. We gaan niet weer met boos vechten. Lalalala, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik denk dat we hier nu zo'n beetje alles wel hebben. Tenzij hier achter het huisje nog iets zit. Maar dat geloof ik niet. Zie je, alleen dit gat nog even dichtmaken, denk ik. Go, 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 go. En dan gaan we richting het hotel, jongens. Eens even kijken of we nog schatten kunnen vinden hier in deze woestijn. Kijk, daar is sowieso nog een schat. Oh, wacht even. Oh, ik reed hem gewoon kapot, joh. Super nice. Kijk, hier ligt nog wat, vriend. Hopsakee. Oeh, een gouden hamer. Deze hamer mapt de munten uit de zakken van vijanden. Oeh, dat is lekker. Als we nou een keer echt geen muntjes meer hebben, dan moeten we die maar gaan gebruiken. Yo, deze woestijn is nog veel groter dan ik dacht, joh. Vorige keer was ik volgens mij gewoon in één keer goed gereden of zo. Kijk eens, want hier zitten ook nog allemaal gaten in de muren en zo. En daarboven nog. En volgens mij kan ik ook nog hier naar beneden. Dan vind ik ook nog allemaal dingen. Kijk, want hier ben ik ook nog niet geweest namelijk. Oeh, allemaal stenen. Die kunnen we kapot maken. Mop, lekker. Maak hem kapot. Lekker. Ik weet niet of het een goed idee was dat we die stenen hebben kapot gemaakt eigenlijk. We hebben er niks voor teruggekregen namelijk. This better be good, guys. Ik heb hier zoveel van die shit in gegooid. Een glitterhamer. Nou, we hebben in ieder geval voorlopig wel genoeg hamers. Dus dat is wel chill. Nou, dan kunnen we hier nog even die salamander van de muur trekken. Nee, lukt het niet. Toad, kom eens. Toad, kom eens even van die muur, jongen. Hé, hey, kom eens hier. Je luistert niet, hè? Waarom luister je niet, vriend? Luister eens gewoon naar mij. Pak hem. Ja. Nice. Kijk, nou is hier ook nog een deur. Maar ik heb dus echt bijna geen snippers meer. Dit zijn mijn laatste snippers. Misschien kunnen we nog wat vinden uit die gaten in de woestijn. Kijk, hier is er bijvoorbeeld nog eentje. Beter zit hier heel veel snippers in. Nee, nee, het is een miniatuurtje. Een cactus. Hier dan misschien? Lekker schatgraven met Captain Toad. Dit vind ik wel lachen, jongens. Dit is ook goed voor mijn munten totaal. Dit had ik echt even nodig. Ik had die Toad nodig, jongens. Iedereen heeft een Toad nodig in zijn leven, maar wij hadden hem echt heel hard nodig. Kijk, hier links zijn we volgens mij ook nog niet geweest. Zie je wel, hier zijn we sowieso nog niet geweest. Jemig, wat is deze woestijn groot. Pats! Oh ja, nice, snippers. Als ik nou die vijanden versla, dan kan ik wat snippers verzamelen ook. Dat is super chill. Bam! Oh, nee, niet bam. Nu wel. Kijk. Cactussen kapot maken, dan krijg je ook snippers van. Oh, dat is een toot. Ik rij gewoon keihard tegen een toot aan. Oké, doei. Oh, we moeten weer op volle snelheid. Bats. Lekker. Ik moet wel een beetje oppassen voor die vogel daar, denk ik. Wat is dit trouwens voor toren? Ik zie, ik ben hier nog helemaal niet geweest. Nou, we moeten hier sowieso nog niet in. Dat weet ik wel, want we moeten eigenlijk naar het hotel. Maar hé, ik vind het wel gezellig met deze kapitein toot. Dus ik ga lekker veel schat graven. Muntjes! We hebben weer een volle snipperzak, jongens. Nice. Ik ben wel een beetje benieuwd naar deze vogel, jongens. Wat gaat die vogel doen als ik deze toad eruit trek? Oh, helemaal niks. Hij valt ons niet aan, niks. Wat is deze skull? Deze skull is ook een toad! Wist je dat we allemaal skeletten hebben in ons lichaam? Dat wist ik zeker, maar ik wist niet dat jij een skelet was, vriend. Oké dan. Ja, die vogel die viel ons dus blijkbaar toch aan. Ik ben benieuwd naar deze battle, jongens. Dit zijn blijkbaar crowbers. En ik doe ze wel pijn, maar niet genoeg pijn, want ze leven nog. Spring gewoon nog een keer op hun bakkes en dan is het klaar. Wat ze flats. Nice. Captain Toad, gooi jij eens even wat op hun. Kijk dan hoe sterk hij is. Ik wil deze gast altijd bij me. Hij maakt iedereen kapot. Professor Toad is zo goed, jongen. Oké, laten we gewoon naar het hotel gaan. Het is de hoogste tijd. De professor mag even uitzoeken wat dit mysterie nou precies inhoudt allemaal. Want die professor die kan natuurlijk deze oude taal lezen. Jij kan ook lezen wat hierop staat, hè? Ja, welkom in Zwamstad. Hij kan vast ook lezen wat hier op de zijkant staat. Want dat kon ik eerst ook niet lezen. Wat staat hier? Graaf hier voor een verrassing. Misschien is het een schat. Graven?
Kan jij even graven dan? Kan jij meer graven? Kijk, oh ja hoor, 1000 muntjes! Die shy guy die is boos. Die zegt, dat is van mij. Ik was hier eerder. Ik had hier gewoon moeten graven. Sorry vriend. Yo, en wat staat hier dan? Koninklijk Paleis van Zwamstad. Ja, dat wisten wij al. We gaan naar binnen. Hier is nog altijd een lekker vissaatje gaande. Zonder water in het zwembad. Maar dat maakt niet uit. Als ze het maar naar hun zin hebben. En dan gaan we naar boven. Want kijk, hier waren inderdaad die gekke tekeningen met die gekke teksten. En op deze muurschildering staan nog meer oude opschriften. Eens even kijken. Als vier toads naar één punt staren, zal een tempel zich openbaren. We hebben hulp nodig van meerdere toads. Oh, hij weet het al. Hij zegt, ja, de beroemde tempel van Zwamzus. Nice. Men zegt dat er ooit een enorme constructie van de verloren beschaving in deze woestijn stond. Maar die is spoorloos verdwenen. Dat mysterie houdt mij en de andere archeoloog al jaren aan het werk. Het is een waardevolle aanwijzing. Iets onduidelijker dan dat hij zou willen, maar toch. En hij noteerde het even voor ons. Oké, naar de volgende. En wat is dit dan? Zie paddenstoelen torenhoog. Ontsteek het vuur achter hun oog. Dus we moeten daar vuurtjes aanleggen. Maar moeten we dat dan achter één oog doen? Of achter beide ogen? Dit zijn puzzeltjes waar we over na moeten denken. En wat is deze vogel, jongen? Verzamel de 6 toegewijden om de vuurgeest te bevrijden. Oh, snap. De vuurorigant is dit, jongens. Ik hoop dat Toad straks weet wat we moeten gaan doen. Ontmoet de noble origant met toverspreuk als offerand op het zand door 6 omrand. Oh, dit weet ik. Dit is waar Olivia heeft staan zingen. Maar daar hebben we dus een toverspreuk voor nodig. Maar wat is die toverspreuk dan? Wat betekent die pijl eigenlijk? Als in, ga deze kant op. We moeten gewoon hier door deze deur heen. En dit was eigenlijk de kamer voor professor Toad, maar opeens mocht hij daar niet meer in. Hij zegt ook, ik vrees dat die kamer bezet is. De huidige gast die daar verblijft is een kerel met groene kleren en een snor. Luigi? Is het weer Luigi? Hij zei dat hij de kraampjes in de buurt wilde bekijken. Succes. Het is Luigi weer, jongen. Waarom zit Luigi ons telkens dwars? En de professor zegt, tegen mij zeiden ze dat die kamer ontsmet moest worden. Maar laten we die groene snor even overhalen om ons binnen te laten. Oké. Let's go. We gaan naar Luigi. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Voor meer Paper Mario, The Origami King, Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien game, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!